Goedemorgen. Nou, rennen doe ik nog niet. Wandelen wel en kijk. Gaat best goed, hè, momenteel. Ik kan nu gewoon ook gewoon mijn knie belasten, hoor. Maar als ik buiten ga wandelen, dan neem ik momenteel nog wel één krukje mee ter ondersteuning. Nou, ik ben onderweg naar mijn ouderlijk huis. Want daar heb ik namelijk een trainingsruimte boven, of een praktijkruimte. En daar ga ik zo iemand begeleiden, ga personal training geven. En nou goed, dat dus. Ja, ik maak eigenlijk een soort van voor- en na-filmpjes, zeg maar. Dus even van hoe het nu met me gaat. En hoe ik straks na mijn kijkoperatie met me gesteld zal zijn. Want dan zal ik net nadat ik geopereerd ben niet zo goed kunnen lopen als nu, denk ik. Nou, intussen zijn we in mijn ouderlijk huis. En ja goed, hier heb ik dus een praktijkruimte boven. En daar gaan we even een kijkje nemen. Kunnen jullie meteen zien hoe goed ik al de trap op kan. Dit is de trap. Mooi, hè? Nou valt deze trap nogal mee, hoor. Het zijn niet zulke hoge treden. Dus dat kan gelukkig al best wel goed. Dus ook in het kader van voor en na de operatie. Dit is hoe ik nu trap loop. Deze trap is ietsjes lastiger. Er zit ook een leuke draai in. Oké, nou, lopen we hier dus door mijn oude slaapkamer heen. En goed. Oké, nou, hier hebben we dus de praktijkruimte. Ik heb ook een massagetafel hier staan. Nou, daar zijn we dus. Dus we mogen gelijk even weer de trap afgaan. Hebben jullie dat ook gezien? Hoe ik de trap afga. Ik ga proberen om door te stappen. Het lukt wel een beetje, maar ik kan mijn knie dus nog steeds nog niet zo heel goed buigen. Dus trap af gaat een beetje lastiger, zeg maar. Ik doe toch weer even treetje voor treetje. Nu zal de tweede trap waarschijnlijk wel beter gaan. Nou, die gaat dus wel aardig, hè? Komen er wel. Nou, hebben jullie dat ook weer meteen gezien? Zo, nou, daar gaan we weer. Krukken we weer naar huis. Nou, wil je meer weten hoe het allemaal vergaat? Hoe ik na mijn kijkoperatie aan mijn knie herstel, hoe ik dan ga lopen en uiteindelijk ook het joggen weer ga oppakken en het sporten en noem maar op. Dan, ja goed, volg mij op mijn YouTube kanaal op Facebook. Wordt vervolgd weer. Tot de volgende keer.